Van de wet staatsbegroting 2022 vandaag in de Nationale Assemblee kwam naar voren dat de ingediende begroting voor 2022 nu een tekort heeft van ongeveer 600 miljoen SRD. Op 1 oktober 2021 was het begrotingstekort nog 1,8 miljard SRD. Maar deze is door de verschillende ministeries aangepast in de afgelopen maanden. Commissievoorzitter en VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zegt dat deze ontwikkeling van een miniem tekort lang niet is ingediend door de overheid. De begroting is opgenomen dat er 26,9 miljard zal worden uitgegeven, voorzitter. En dat wij verwachten een 26,3 miljard aan inkomsten. Dus u begrijpt dat er een klein tekort is van pakweg 800 miljoen. En dat zou uitgedrukt, 600 miljoen, 650 miljoen, en dat zou ongeveer in de buurt van 1% van onze BBP zijn. NDP-parlementariër Melvin Bouffa haalde aan dat zaken die gelieerd zijn met het IMF ver buiten beschouwing zijn gelaten in de begroting, terwijl het IMF volgens hem veel zaken binnen de economie bepaalt. Waar niet is gesproken over de subsidies die daarbij worden geëist om weg te nemen van die samenleving, waarbij niet is gesproken over het begrotingstekort, waarbij niet is gesproken over de brandstof. Prijzen die daaraan gekoppeld zijn, waarin niet is gesproken over BTW en de invoeringen, alles daarvan, voorzitter. De vraag in deze is, welke invloed, welk effect heeft het IMF op de begroting? Bouffa benadrukte ook dat er transparantie van bestuur moet komen. Het moet niet alleen bij het praten blijven.